Vandaag ga ik je laten zien hoe ik deze nail art heb gemaakt. Deze nail art heb ik gemaakt met verschillende kleurtjes van de C&D Shellac en een mooie glitterpoeder en dat is een additive. Daarnaast heb ik ook nog gebruik gemaakt van een dotting tool en natuurlijk de topcoat. Ik begin even met het opruwen van de nagel. En dit is natuurlijk even een voorbeeldnagel. Maar als je dit op je eigen nagels doet, dan doe je natuurlijk gewoon de voorbehandeling zoals je het normaal doet. Ik breng nu eerst één laagje aan van deze gele kleur en dit is Bicycle Yellow. En deze mag 2 minuten uitharden in de UV-lamp. Nu ga ik met deze 3 kleuren nog wat verschillende stipjes maken op de nagels of wat vlekken. Dat doe ik dan weer ook met dezelfde gele kleur. Met een roze kleur die heet Gotcha. En met Desert Poppy, een oranje kleur. Ik maak gewoon wat willekeurige vlekken op de nagels. Het hoeft zometeen niet helemaal bedekt te zijn. Want op de open vlaktes die ertussen komen, kunnen we straks nog wat additives aanbrengen. Dit doe ik dus met alle 3 de kleuren. Maak gewoon wat willekeurige vlekken. En let erop, deze voorbeeldnagel is een stuk groter dan je eigen nagels of de nagels van de klanten. Dus waarschijnlijk zul je op die nagels weer iets minder vlekjes kunnen maken. Maar op zo'n grote voorbeeldnagel kan ik het dan heel goed laten zien. En dit mag dan ook weer 2 minuten uitharden in de UV-lamp. Nu breng ik een beetje van de Blackpool aan op een glad papiertje. Ik leg een druppeltje op het gladde papiertje. En met een dotting tool kan ik hier nou steeds een beetje van pakken en stipjes maken. En nu zet ik willekeurig op de nagels een paar van de zwarte stipjes. Je kan eventueel wat vlekjes volgen of bepaalde lijnen, maar je kan natuurlijk ook gewoon zomaar wat verzinnen. Drie kleine stipjes bij elkaar is ook altijd erg leuk. En dit mag ook weer 2 minuten uitharden in de UV-lamp. Nu ga ik nog wat extra glitters toevoegen. En dat doe ik met deze super mooie additives. Er zit echt hele mooie glitters en glans in. En dit is de naam. Rose Notion. En dit is een additive. Met een kwastje breng ik nu een klein beetje van deze glitters aan. Dit verdeel ik ook weer willekeurig over de nagel. Kijk gewoon waar je nog een beetje plek hebt of waar je wel wat extra glitters wil hebben. Als er genoeg glitters op zitten, kan de topcoat eroverheen. Er kunnen wat glitters aan het kastje blijven plakken. Dus zorg ervoor dat je altijd een aparte topcoat hebt die je dan voor de glitterpoeders gebruikt. En dit gaat dan nog voor de laatste keer de UV-lamp in. Nu verwijder ik de plaklaag met alcohol en dan is die klaar. Nu heb je dus kunnen zien hoe je heel eenvoudig een nail art kan maken met de C&D Shellac. Dit blijft dus ook gewoon op de nagels zitten totdat je het weer verwijdert met de speciale remover. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Als je het leuk vond, doe dan vooral even je duimpje omhoog. En dan wil ik je weer bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer!